Kijk eens wie we daar hebben. Hallo, Frida. Goed dat je mijn naam nog weet. Wat moet je? Mag ik binnenkomen? Ben je bang om bekend te worden? Jezus, weet je, laat het maar. Nee, niks laat maar. Na 20 jaar sta je ineens bij me op de stoep. Nou wil ik weten ook waarom je er bent. Wat ik hier lees, dat verbaast mij. U bent bij uw zus geweest. U had al jaren geen contact meer met uw zus. Waarom nu wel, mevrouw de Boer? Kon niet anders. Ik had geld nodig en zij heeft geld. Om de heer van Lieshout te kunnen betalen? Ja, om last te betalen. Heb je nou je zin? Wendje? Nee, dank je. Nou, ik ben zo benieuwd wat jou na al die jaren hier brengt. Ik zit in de problemen, ik heb je hulp nodig. Ach, gut. Hoeveel? 15.000? Doe maar. En geef me nou één goede reden waarom ik dat aan jou zou moeten geven. Jeetje, ik betaal het allemaal terug, dat beloof ik je. Wat is dat toch met die familie van jou, hè? Eerst komen Kim en Bas me om hulp vragen en nou jij? Ik voel me vereerd. Ik waardeer het enorm dat jij om Kim en Bas bekommert. Luister, de kinderen kunnen er niets aan doen. Dat ze zo'n kutmoeder hebben. Het spijt me hoe het tussen ons gelopen is. Ik had het ook graag anders gezien. Oh, schijt toch uit. Als jij iemand zoekt die je vergeeft, dan moet je niet bij mij wezen. En jij weet verdomd goed bij wie we... Ik kan het niet meer draaien, maar we kunnen toch proberen het contact enigszins... Was jij ook hier naartoe gekomen als je mijn geld niet nodig had? Nou? Ik ben in gevaar. Alsjeblieft. Help me. Jij hebt mijn leven verwoest. Als kind was jij overal beter in. Je werd voorgetrokken door pa en ma. Je kreeg alles wat je maar wilde. En ik? Wat kreeg ik? Yes, ik was een kind. Ik kon er toch niks aan doen dat ik voorgetrokken werd? Zelfs mijn vriendjes pikten je in. Deborah was de geweldigste. Deborah was het lievelingetje van iedereen. Jij had alles zo goed voor elkaar. Het spijt me echt als dit zo voor jou voelt. Maar als dit over Gerard gaat... Oh, stop! Gerard was mijn liefde en dat wist jij. En wat deed je? Je pikte hem in. Met je hoerige kleding en je verleidelijke blik. Jij geeft geen fuck over hoe ik mij voel. Gerard wilde jou niet. Nee. Maar ik was wel zwanger van hem. Jezus, je was niet in staat om voor een kind te zorgen. Ik was prima in staat om voor het kind te zorgen. Alleen pa en ma dachten daar anders over. Ik had immers niet het huis. Ik had immers niet de baan. Hè? Stop. En jij pikte dat zo in. Stop, stop je mee. Weet jij hoe ik mij voelde al die tijd? Een niets. Een nul. Iemand die er niet toe deed. Terwijl jij het perfecte gezinnetje uithing. Ja, ik weet het. Ik weet echt dat het voor jou zo voelde. Maar gelukkig... Gelukkig ben ik er bovenop gekomen. En kijk eens wat het mij gebracht heeft. Dat heb je heel goed gedaan. Ik ben echt trots. Oh, schijt toch uit met je zogenaamde medeleven. De enige reden waarom jij hier bent, is omdat je iets van mij wil. Dat is niet waar. Oh, nee. Nee. Kijk eens waar jij nu staat. Eén grote loser. Of gezocht voor meerdere moorden. Door de politie. Kinderen die je uitkotsen. Nou, chapeau. Dat heb jij knap gedaan. Beter is dat ik ga. Dat denk ik ook, ja. Oprotten. Wist u wel hoe het met de kinderen ging? Wist u dat uw zoon last van angststoornis had? En dat uw dochter flink aan de alcohol heeft gezeten? Wist u dat zij een ongeluk heeft veroorzaakt en daardoor in de gevangenis terecht kwam? Wist u dat allemaal, mevrouw de Boer? Jezus. En dat wilde ik helemaal niet weten ook. U zag niet eens contact met uw kinderen.
Na dat gedoe met Lars, was ik bang dat ik ze in gevaar zou brengen, oké? Nou, dat gevaar lag toch al op de loer. Want mevrouw van Oostrom nam uw vriendin, mevrouw Vink, in vertrouwen. Mevrouw Vink is de vriendin van uw zwager, de heer De Boer. Toch? Ja. Dus, de heer De Boer kwam er via haar achter waar de verblijfplaats was. Hey. Hey. Beetje bijgekomen? Ja, bedankt dat je gisteren voor me opnam. Niks van aantrekken, hè, van die vrouwen hier. Je bent nieuw, ze willen je gewoon een beetje uittesten. Ja, het zijn gewoon een stelletje heksen. Nou, dat valt wel mee. Ik werd in mijn eerste dagen ook gepest. Je zult zien, als er straks nieuwe toekomen, dan gaan ze hun pijlen daar weer oprichten. Gewoon niet te veel op reageren. Ja, ik zal het proberen, dank je. Die maanden zijn zo voorbij. Ja, dat zei gisteren ook. Ja, ik weet niet, het is gewoon zo oneerlijk. Ik ben gewoon onschuldig. Net zoals wij allemaal. Nee, serieus. Ik ben er gewoon ingeluist. Iemand heeft drugs in mijn auto gelegd. In jouw auto? En gisteren zei je nog dat je geen rijbewijs hebt. Laat maar, je begrijpt toch niet. Nee, ik begrijp het maar al te goed. Ik wil gewoon zeggen dat je er zo in opwinden en je er tegen verzetten geen zin heeft. Je komt er echt niet eerder mee vrij, hoor. Ja. Ik wil gewoon naar huis, naar Bas. Je vriendje? Jo, nee. Nee, mijn broer. Is er dan een vrouw in je leven? Vrouw? Nee. Nou, als je mijn moeder bedoelt, ik hoef dat wijf echt niet meer te zien. Zij hoort je eigenlijk te zitten, niet ik. Oh, oké. Okay. Ik denk dat jij mij nog heel veel te vertellen hebt. Heb je een sterke band met je broer? Ja. Ja, hij is gewoon echt de enige die alles van mij weet. We hebben ook zoveel meegemaakt. En ik wil dit meisje ook helemaal niet zijn. Mezelf lamzuipen omdat mijn moeder niet spoort. Ja, kijk waar het me brengt. Hé. Hey. Wil je erover praten? Nou, heb je even. Nou, een paar weken nog. Ja, ik vertel het wel een andere keer. Waarom zit jij eigenlijk? Oh, dat is niks bijzonders. Ik heb een beetje te vaak omgegaan met de foute mensen. Maar ik heb hier wel beseft dat als ik nu buiten kom, dat ik het helemaal anders ga doen. Hmm. Wat ga je anders doen? Ga ik je nou niet meer lastigvallen. Je hebt al genoeg aan het mooie hoofdje van je. Oh, ben je lief. Dat verdien je ook. Ik vind je mooi. Oké, lekker direct. Dank je. Maar ja, de eerste keer toen ik je zag, dacht ik al gelijk, hé. Ja, vind je knap. Oh, oké. Ik weet, ja, oké. Nou, ik kan er gewoon niet goed tegen. Je hebt prachtige ogen. Nou, dank je. Ik moet gaan. Was dit je eerste met een vrouw? Ja. Ja. En? Eerlijk? Ik weet niet, een beetje ongemakkelijk, gek. Ja, ik weet niet, het voelde wel goed of zo. Sorry, ik weet niet. Wij gaan hier samen uitkomen. Weet je, wij worden de waaiersbabes. En misschien willen we het wel nog leuk over een tijdje. Ja. Kom op, Kim, de boer, ik wil alles over je weten. Oké. Okay. Echt. Ik kreeg een waarsvermogen en dus ik schoot. Tjie, wat een verhaal, zeg. Ja, nou snap ik wel waarom je gevlucht bent. Het is wel goed dat je mij in vertrouwen hebt genomen, hè? Je bent lief. Maar als ik nou goed begrijp, dan krijgt die Lars dus die som geld van jou. Geld wat jij niet hebt. Ja, klopt. De kinderen hebben alles van de rekening afgehaald en ik kan niet eens mijn hypotheek meer betalen. Dat is dan die 50.000 euro. Ik weet echt niet hoe ik aan zoveel geld moet komen. En als je nou gewoon eens je huis verkoopt? Ik bedoel,
moet je daar nog? Al die nare herinneringen? En de kinderen dan? Nee. Weet je, bovendien, ik word bezocht door de politie. Ik kan niet zomaar bij een makelaar aankloppen, wel? Oh, maar een vriend van mij is makelaar. Ik bedoel, ik kan hem vragen om dit te regelen. Ik bedoel, je kan hem echt vertrouwen, hè? Hij is echt een toffe gast. En hij kan misschien ook een huurhuis regelen voor de kinderen. Ja. Ik bedoel, ik kan hem ook hierheen laten komen. Nee. Niemand mag weten dat ik hier ben, hè? Niemand. Hij is echt te vertrouwen. Ja? En als jij nou het huis verkoopt, dan ben je van die gast af, ja? En van het restantbedrag koop ik voor jou hier een klein huisje in België. Kan buiten jouw naam om, kunnen we allemaal regelen. Ben jij veilig en de kinderen ook. Waarom doe jij dit? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar er is iets in jou wat me gewoon aantrekt. Oké. Zal ik het aan hem vragen dan? Ja. Maar als het huis verkocht is, dan kan er zomaar niet op mijn rekening dat geld. Dat zou natuurlijk te veel opvallen. Ja, nee, maar goed, dan gaan we toch gewoon een nieuwe rekening openen. Ja, dat kan toch buiten jouw naam om? Dat gaan we allemaal regelen. Dat komt goed. Doen? Jacqueline. Ik denk dat we even moeten praten. Als het om de boren gaat, die klaagzang heb ik al aangehoord. Het is nog zoveel erger dan dat jij je kunt voorstellen. Ze heeft hulp nodig, Frida. Jouw hulp. Als dank voor de hulp die ze mij toen ongevraagd heeft gegeven destijds. Houd toch op. Luister, ze wordt bedreigd. En die lui die deinen ze nergens voor terug. Ik ben zo bang dat ze de kinderen straks iets aan gaan doen. En Bas en Kim, die zijn overal en nergens. Ze drinken, ze feesten, ze brassen het geld er doorheen. Ze zijn volkomen stuurloos. Ik had gehoopt dat jij nog een keer kon proberen om ze over te halen om bij jou te komen wonen. De kinderen zijn welkom, Jacques. Maar de borre zoekt het maar uit. Daarvoor is er net iets te veel gebeurd. Of ben je vergeten wat ze mij heeft aangedaan? Dat ze mijn bloedeigen zoon heeft afgenomen. Eén blik gunde ze mij. Eén blik. En daarna was hij weg. En ik moest voor altijd zwijgen. Nou, geloof me. Ik zwijg niet meer. Je ziet toch wat er gebeurt. Ze is niet in staat mijn zoon op te voeden. Mijn zoon, Jacques. Ja, maar Frida. Ben nou verstandig. Die kinderen hebben al genoeg sores aan hun hoofd momenteel. Ik had je het niet willen vertellen, maar... Kim zit in de gevangenis. En Bas is volkomen de weg kwijt aan het raken. Hij krijgt steeds meer angstaanvallen. En wiens schuld is dat? Niet de mijne, Jacqueline van Oostrum. Een hele knappe dame die mij ervan gaat weerhouden om voortaan de waarheid te spreken. En dat wordt hoog tijd. Dag, Jacqueline. Frederik. Frederik, wacht. Jeetje, Bas. Zie jij er verschrikkelijk uit. Oh, kom. Het is ook niet niks, hè. Eerst je vader, dan al het gedoe met je moeder. En nu je zusje. Ja. Kimmetje. Wist jij dat ze weer aan die rotzooi zat? Ik geloof geen reet van dat Kim schuldig is. Er kan toch niet zomaar de auto binnengelopen zijn? Je kent Kim toch? Die zou zoiets nooit doen. Dat is ook zo. Val, weet jij bijvoorbeeld waarom Frederik ineens contact met ons heeft gezocht? Ik bedoel, ik ken haar alleen maar van de verhalen. Ik had haar nog nooit gezien. En nu belt ze ons op en vraagt regelmatig hoe het gaat. Dat heeft ze geen jaren gedaan. Ik heb beloofd om niks over je moeder
of over Frederik te vertellen. Val. Even serieus. Wat weet jij? Dat geld. Heeft iets met mij te maken, of niet? Nee, niks. Ik zeg niks. Oh, of heb ik nou toch iets gezegd? Ik kan dit er niet bij hebben, Val. Geloof me, jongen. Het komt goed. Het komt goed. Je noemt Frederik naar mijn moeder. En Deborah dan. Wist zij dit al die tijd al? En Gerard. Wist zij dit? Komen er nog meer leugens? Of moet ik er allemaal zomaar per ongeluk achter komen? Kom hier nou, Bas, kom. Geef me het adres nog maar. Ja, het adres. Ik ga naartoe. Ik moet naartoe. Ik moet naar Frederik toe. Ik wil naar Frederik toe. Kom hier nou, kom. Ik moet naar ze toe. Ik moet naar Frederik. Ik moet naar Frederik Schenk. Ik moet nu naar haar toe. Nee, ik moet naar haar toe Bas, nu. Als je blijft hier slapen, morgen vroeg, met een helder hoofd ga jij naar Frederik. Nee, ik moet naar Kim toe. Ik moet naar Deborah toe. Ik moet naar ze toe. Bas! Kom op! Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Oh, hi. Kan ik je helpen? Ja, ik ben hier aan het wandelen en ik heb ontzettend dorst. Heb je misschien een glaasje water voor me? Ja, natuurlijk. Hier. Oh. Toevallig net ingeschonken. Oh. Dankjewel. Oh, nou, het mens goed. Ja, dat geloof ik. Moet je nog ver? Nee, ik heb mijn eindpunt bereikt. Ik krijg trouwens de groeten. De groeten? Van Lars. Lars wil met jou babbelen over geld. Ik ken geen Lars. Oprotten nou. Oh, wees vriendelijk. Ik ben hier alleen maar om jou mee te nemen. Meer niet. Ik zeg toch oprotten nou? En zeg maar tegen Lars dat hij de tering kan krijgen. Misschien moet je hem dat zelf maar zeggen. Kom, mee, nu. Hé, hey pap, zullen we een potje gaan gamen? Nee, nu niet, sorry. Ik ben even bezig. Maar, wie is dit? Nou ja, dat is... het haalt ook niet uit. Heb je geen huiswerk of zo, wat je maken moet? Nee, maar ik wil gewoon veel liever potje voetballen samen. Ja, dat snap ik, maar voetballen zit er nou even niet in. En ik ben met de zaak bezig, sorry. Ja, oké. Okay. Jammer. Sebastiaan, wat een verrassing. Nog maar even niet. Ik denk dat we eerst even moeten praten. Dat denk ik ook. Zo, hoe mag het geknipt worden? Gewoon een beetje bijwerken is prima. Ja? Oké. Hey. En wat vond Deb van de kaart? Oh, mooi. Ze vond het fijn om dat van je te horen. Ze mist je. Oh, echt? Ik mis haar ook. Ze zal wel snel opduiken, hè? Nu ze weet dat Kim vastzit. Dat heb ik haar niet verteld. Waarom niet? Als ze dat weet, dan komt ze toch meteen terug om voor Kim en Bas te zorgen. Ja, precies. En daarom heb ik het haar niet verteld. Ze vindt het dan moeilijk zat dat Frida er is voor de kinderen nou. Ze is in alle staten. Joh, als ik dan ook nog moet gaan vertellen dat Kim vastzit, ja, dan hebben we echt de pot. Maar dit kunnen we niet voor haar ontzwijgen. Geloof me, voor nou is het beter zo. Ze kan toch niks aan de situatie veranderen. En we maken het er alleen nog maar moeilijker. Nou, misschien heb je ook wel gelijk. En trouwens, Bas was gisteren bij me en hij is naar Frederik. Ik heb me per ongeluk een beetje verspreekt. Wat heb je? Ja, het floept er zomaar uit over Frederik. Wat floept er zomaar uit? Wat van moeder zijn en zo.
Domme val. Ja, die jongen zit echt aan de put, hè? En hij heeft recht op de waarheid. En die heb ik hem gegeven. Zijn, die me iets wilde vertellen. Niet zo over de tering krijgen. Maar die help je. Toch? Weet je zeker dat ik de tering kan krijgen? Jou gericht te hebben. En Gerard? Is ook zo bang dat je op hem schoot? Is Mike ook zo bang toen je hem vermoordde? Ben bang, hè? Doe maar. Ik wil diezelfde angst zien als die Mike had. Bang bent. Ik snap wel dat Mike voor je geval is. Is het waar? Is het waar? Ja, Sebastian. Het is waar. Al die jaren. Al die leugens. Waarom is er niemand die me iets heeft verteld? Ik snap dat je heel veel vragen hebt, lieverd. Ik heb dit nooit gewild. Je had er voor me kunnen zijn. Je had verdomme voor me kunnen vechten. Vechten? Mijn ouders hebben mij de mond gesnoerd. Je bent niet goed genoeg, Frida. Je bent te jong, Frida. Je hebt geen eigen huis. Je bent niet in staat om voor dit kind te zorgen. Al die jaren. Al die pijn. Ik wilde niets liever dan naar je toe gaan en bij je zijn. Maar Gerard zou me iets aandoen als ik ook maar iets van mijn dubbelheid liet horen. Lul. Mij eens zwanger maken en dan kiezen voor mijn zus. Dat betekent dus dat... Gerard was mijn liefde. Maar zoals alles pikte de boeren ook dat in. Toen ik zwanger bleek te zijn van hem, eiste de boeren dat zij en Gerard voor jou zouden gaan zorgen. En ze dwongen mij dit stil te houden. Maar je had me toch iets kunnen laten weten? Ja, maar dat durfde ik niet, lieverd. Dat zou me dood geweest zijn. Dat had Gerard voor mij heel duidelijk gemaakt. Je weet hoe hij is. Wat weten? Ik weet niets. Kijk eens goed naar mij. Deze vrouw die voor je zit, kun je vertrouwen. Ik ben je moeder. En ik ben je fucking zoon. Die 24 jaar lang heeft gedacht dat Deborah de Boer mijn moeder was. Waar was toen die vrouw die nu voor me staat? Luister, ik begrijp dat je boos bent. Boos? Je begrijpt niets. Hoe kan je me nou begrijpen? Je kent me niet eens. Geef me dan de kans om je te leren kennen. Ik wil mijn zoon leren kennen. Ik heb niets uit jouw kindertijd. Geen klassenfoto's, geen tekeningen. Geen contact. Niks, Sebastian. Het enige wat ik had, was de geur van jou als baby. Dat heb ik jarenlang bij me gedragen. Laten we dit samen aangaan.
hou van je. Je bent mijn vlees en bloed. Wat moet je nou doen? Ik ben bang dat je neerschiet. Ik wil je niet dood. Tenminste, nog niet. Ik zorg dat ik in je hoofd ga zitten. Dan wil jij graag dat ik eruit ga. Gaat dat lukken, hè? Dan denk ik niet. Altijd op je hoede. Altijd over je schouder kijkend. Je wordt rusteloos. Nerveus. En BAM! Als je niet verwacht, zal ik ineens zijn. Heb je het geld? Ai, ai, ai. Dat is niet zo mooi, hè? Mooie middag, 1 uur. Zorg je dat ik het heb? Ik heb het niet. Geef me 1 week extra, alsjeblieft. 1 week. Morgenmiddag, 1 uur heb je het. En zo niet, dan heb ik iets voor jou. Kira, breng hem naar huis. En zorg dat ze morgen om 1 uur hier is. Met 50.000 euro!